Hey jongens, welkom terug bij een nieuwe video van Renato's Real Fitness. En in deze video wil ik jullie drie basis buikspieroefeningen laten zien. Nogmaals, zijn basisoefeningen, maar hele goede oefeningen om alle buikspieren te trainen. Het zijn er drie. Je moet ze alle drie liggend doen op de grond. En we beginnen bij de crunch. Nou, de crunch is eigenlijk maar een hele korte oefening. De bewegingsbaan is ontzettend kort. Eigenlijk til je eigenlijk alleen je schouders van de vloer af. Probeer te visualiseren, probeer je voor te stellen dat hier kabels zitten die jouw bovenlichaam omhoog trekken. Je ziet mijn lichaam trilt als ik hem omhoog hou, maar mijn buikspieren staan gespannen. Dat is eigenlijk de crunch. Je kunt je handen een beetje achter je hoofd leggen. Ga geen druk uitoefenen om je hoofd omhoog te halen, maar rust gewoon een beetje erachter. That's it. Dit is de crunch. Een hele effectieve buikspieroefening. De reverse crunch is eigenlijk dezelfde oefening, alleen met het onderlichaam, waarbij je meer nadruk legt op het trainen van de onderste buikspier. Handen plat op de vloer. En de laatste is eigenlijk ook een crunch, maar dan ga je met je elleboog naar je tegenovergestelde knie. Maar het is nog steeds een crunch. De bewegingsbaan is nog steeds heel klein. Maar je zult meteen voelen dat je buikspieren, de zijwaartse buikspieren, andere buikspieren meer de nadruk krijgen, omdat ze je lichaam moeten draaien, moeten twisten. Nou, dit zijn goede oefeningen om mee te beginnen, of zelfs al bij gevorderd. Dit zijn gewoon oefeningen die altijd goed zijn. Als je begint, kun je van elke oefening bijvoorbeeld 20 doen. Of 2 of 3 sets van 20 naarmate je verder komt. Het allerbelangrijkste is dat je je buikspieren voelt. Anders ga je gewoon met je lichaam op en neer bewegen. Maar dat geldt voor alle oefeningen. Je moet goed kunnen visualiseren en goed kunnen voelen dat de spieren die jij wil laten werken, ook daadwerkelijk werken. Anders is het totaal nutteloos. Ben je ver gevorderd, kun je sets van 50 doen. Ik doe zelf op een avond, eigenlijk als ik voor de tv lig, doe ik bijvoorbeeld 500 crunches, 5 sets van 100. Die andere doe ik bijvoorbeeld sets van 50, 2 of 3. Dus je moet gewoon zelf kijken hoe ver je daarin kunt gaan. Kijk, als ik 500 crunches heb gedaan, dan zijn mijn buikspieren ook echt helemaal op. Staan ze helemaal in brand en dan kan ik eigenlijk geen crunches meer maken. Dus je moet zelf kijken hoe ver je daarin kunt gaan. Zelf train ik buikspieren om de anderste dag, dus bijvoorbeeld maandag en woensdag. En die doe ik gewoon apart van mijn andere workout, want dit doe ik gewoon thuis als ik voor de tv lig of zoiets. Ik heb gewoon nog een matje thuis, nu rol ik uit en dan ga ik dat daar doen. Dan hoef ik geen tijd te verspillen in de gym of als ik ergens anders ben of in een crossfit workout waarbij ik echt specifiek kom voor die workout. Dus buikspieroefeningen kun je ook thuis doen. Ja, dit was gewoon 3 basis buikspieroefeningen. Er zijn er zelfs buikspieroefeningen die jij denkt van, hey Renato, deze moet je een keer behandelen of die kun je doen als je begint of die is heel fijn. Laat me weten in de reacties hier beneden. Heb je vragen over fitness, sportvoeding? Laat me weten in de reacties hier beneden. Ik zie je de volgende keer hier bij Renato's Real Fitness. Peace.